Wij zijn een band met podiumangst. Frankie is een gemotoriseerde poppenband gemaakt uit papier, plakband, ijzerdraad en verf. Frankie. Wij staan op de achtergrond de muziek te maken en de poppen in spotlights. Yeah, we are Frankie, we play Tropico. Ja? Frankie. Of Frankie? In Nederland is het Frankie. Wat moet ik me voorstellen bij jullie muziek? Hoe klinkt het? Soms heel gezellig. Er zit ook zo wat jazzjes in en knetter, knal, lawaai in. Wat krijg ik als ik naar Frankie ga? Een bom energie. Optreden. Een optreden. Knetter en zo. Rare poppetjes die zo... Chaotisch, maar verrassend zootje dat fijn is om naar te kijken. Yeah! Heb je dit tijdens het optreden op? De rest is niet akkoord, maar ik ben wel akkoord. Get on the ground, yeah! Dus we hadden een soort van poppenband gemaakt die ergens wel zo gelijkenis had met ons als echte band. Maar zo het podiumvrees, dat was eigenlijk vooral die eerste keer. En dan zijn we zo op het idee gekomen, we gaan een podcast bouwen en dan kunnen mensen naar de poppen kijken. Het valt dat mij dan het meest op? Gaandeweg hebben we van alles dus geprobeerd. Naar onze eerste voorstelling toe gaat daar een mooie balans in komen. Voilà, c'est ça. Het taalidee is niet echt een verhaal van dat simpel is van A tot B, maar Z. Van A tot Z. Van A tot Z. Het is niet zo. Voor elk nummer hadden we een installatie gebouwd. Keer op keer werd er een andere installatie belicht bij een nummer. Dus jullie maken voor elk nummer ook echt een totaal andere setting eigenlijk? Dat is de bedoeling, ja. Ik hoop gewoon dat de toeschouwer zo een beetje voelt, het plezier en zo. En het ding dat wij samen hebben, ik hoop dat wij dat zo een beetje kunnen uitstralen naar het publiek toe. Ik vond het super gezellig, het interview. Ik vond het echt gezellig. Ja.